Hoe gevaarlijk is het nieuwe rijden in het buitenland? Zwarte Zaterdag, deel 2. BMW strooit met nieuwe M-modellen. Dag en welkom bij een nieuw AutoWeek-journaal. Het is weer vakantietijd, dus een hoop Nederlanders trekken naar het zuiden. En zoals ieder jaar stranden er ook weer een hoop. Maar volgens de AMB zijn er dit jaar iets meer dan normaal. Wat zijn de problemen? Mensen kunnen niet goed omgaan met de combinatie het nieuwe rijden en zwaar gewicht. Bijvoorbeeld een zwaar volgeladen auto of zelfs een caravan erachter. Uh, wij trast Mark Maaskant van ProDrive. Mark, als ik lees, denk ik van nou, dat nieuwe rijden, we weten hoe dat inmiddels is ingeburgerd. Maar leren mensen dan niet omgaan met andere situaties? Uh... Klopt, ik denk enerzijds dat mensen niet leren omgaan met andere situaties, bijvoorbeeld het rijden met een caravan. Uh, anderzijds denk ik niet dat uh, je het probleem moet zeggen van uh, mensen passen het nieuwe rijden toe in het buitenland. Ik zelf denk dat het probleem meer ligt bij het feit dat uh, moderne auto's heel stil zijn geworden. Mm -hmm. uh, dat mensen veel meer het gevoel hebben: ik stap in een auto, ik geef gas, ik druk op een knop en uh, alles gaat vanzelf. Uh, Mijns inziens is het gevoel met de techniek uh, minder geworden, okay. eigenlijk een beetje weg. Waardoor mensen veel minder goed in de gaten hebben. Dat als een auto het heel zwaar heeft, met bijvoorbeeld het klimmen van een helling. Dat je dan eigenlijk een versnelling terug moet schakelen. Ik denk dat daar het probleem in zit. En niet zozeer met het nieuwe rijden. Oké, okay, maar uh, uh, jullie geven rijtrainingen en leren waarschijnlijk mensen dat soort dingen. Maar zouden mensen dat ze dat niet op beide rijles al bij de rijlessen moeten hebben, faalt daar dan iets naar jouw mening? Of kan je niet verwachten dat uh, men zo de diepte ingaat? Nou, inderdaad, ik denk dat je niet kan verwachten dat men zo de diepte ingaat. Uh, wat ik uh, beter zou doen, uh, wat ik aanraad, is dat mensen zich voordat ze met de caravan op vakantie gaan, met een moderne auto, uh, zich eens wat beter inlezen. Uh, bijvoorbeeld, wat is het maximale trekgewicht van de auto? Uh, die trekgewichten die zijn best wel omlaag gegaan. Uh, terwijl kerven uh, steeds zwaarder worden, mensen de neiging hebben om heel erg veel mee te nemen. Ja, als je dan meer gaat trekken dan het trekgewicht van die auto aankan, ja, dan sta je wat uh, zeg maar, uh, warmteontwikkeling in die auto al ja. met, met 1-0 achter. En daar moet je je bewust van zijn. Ja, oké, okay. dat, dat is de voorbereiding daar. Um... Denk je dat mensen gewoon met een paar trainingen dat kunnen voorkomen? Of is het een veel groter, uh, uh, ja, globaal overleven? Maar het landelijk probleem: dat, dat het de Nederlanders zijn die daar iedere keer maar een beetje wat doen, ik geef gas en verder zie ik het wel? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk geen bergen in Nederland. Dus uh, mm -hmm. wat dat betreft verbaast het me niet zo dat uh, Nederlanders daarmee uh, geconfronteerd worden. Maar het is een combinatie van factoren. A, wat ik zeg, uh, we zijn niet gewend om in bergachtige omgeving te rijden. Uh, dan ga je ook nog eens een keer in bergachtige omgeving rijden met zwaar beladen auto's. Al dan niet met caravans erachter. Uh, plus het feit dat uh, mensen veel te veel vertrouwen op de techniek. Uh, vroeger, als je op vakantie ging, uh, was je een week bezig met de voorbereidingen. Uh, je auto kreeg nog een extra beurt. Uh, het oliepel werd gecheckt, je banden werden gecontroleerd. Ja. Tegenwoordig mensen zijn mensen heel hard aan het werk. Uh, om voor je vakantie je werk af te krijgen. En zaterdagochtend wordt die auto met de combinatie gestart en we gaan op pad. En waarschijnlijk met uh, wellicht iets te weinig olie in de motor, iets te zachte banden, verouderde banden op de caravan. Ja, en dat, uh, zeg maar die combinatie dat kan voor problemen zorgen. Oké, okay, nou nog even een paar basale tips. Stel voor mensen zijn, er, ze zien ineens hun motortemperatuur oplopen, terwijl ze aan het klimmen zijn eh, op de autoroute met, met een zware caravan achter. Wat te doen? Meteen stoppen? Of zijn er nog tussenoplossingen? Uh, er zijn heel veel tussenoplossingen. A, als je gaat klimmen met een caravan, dan moet je uh, in een uh, best wel hoge versnelling rijden. Dus die auto die mag gewoon 3000, 4000 toeren maken. Eigenlijk heb je een heel simpel trucje. Als jij omhoog rijdt met je zware combinatie, dan moet de motor een een, een trekkend gevoel geven. Dus als je uh, je gaspedaal helemaal gevloerd hebt en je hebt het gevoel dat de snelheid constant uit de auto gaat, ja, dan rij je in een te hoge versnelling en dan moet je echt één of twee versnellingen terug. Dus als je klimt en je geeft gas, dan moet de auto een soort acceleratiekracht uh, moet je kunnen voelen ja. in de auto. Nou, als je dan merkt dat de temperatuur te hoog wordt, uh, de watertemperatuur, het klinkt raar, maar dan moet je de verwarming juist helemaal vol zetten. airco uit, want die vraagt ook energie van de motor. De verwarming helemaal op vol. Uiteraard de ramen open, anders kook je zelf uit de auto. Ja. Maar wat je doet met die verwarming is je vergroot het koelsysteem van de motor. Dus die motor is beter in staat uh, om te koelen. Als je dan eenmaal boven bent uh, en je rijdt weer naar beneden, dan is de, de rijwind van het naar beneden rijden is in principe voldoende om de motor te koelen. Oké, okay, dus in jouw tip vooral neem je eigen verantwoordelijkheid en bereid je ook goed voor? Nou, met name bereid je goed voor, inderdaad. Oké, okay, Arsene, dank voor je uitleg. Maak er maar en als we het dan toch over vakantieverkeer hebben, komende weekend is het opnieuw Zwarte Zaterdag. Afgelopen weekend stond er al dik 900 kilometer in Frankrijk, en voor komende zaterdag wacht de VID opnieuw een drama op de Franse snelwegen en andere wegen naar het zuiden. De knelpunten zijn vooral de A7, de bekende Route Soleil en dan in het Rondendal, dus ten zuiden van Lyon. Rondom Parijs wordt het bijzonder druk, en de wachttijd voor de Gortard zal opnieuw oplopen tot meer dan een uur. Een persoonlijke tip, al heb je je campingplaats of vakantiehuisje vanaf zaterdag, soms is het beter jezelf die rust thuis te gunnen, vertrek zondag veel rustiger op de weg. Je komt één dagje later aan, maar het scheelt een hoop stress. Neem in ieder geval genoeg te eten en drinken mee in de auto, zodat als je stilvalt er geen paniek ontstaat. Wees voorzichtig. Als je eindelijk bekomen bent van alle nieuwe BMW's met de letter M, er zit nog veel meer in de planning. Zo konden we je afgelopen week de eerste foto's laten zien van de X4 M40i. Een voorbode van de X4 M die daar nog een stapje boven staat. Maar daarbij kwam gisteren het nieuws dat BMW nu voor het eerst overweegt om met een M7 te komen. Jawel, als de nieuwe 7-serie daar is, in 2015 gaan ze hem presenteren. Waarschijnlijk deze keer ook een M-versie bovenop. Enerzijds natuurlijk logisch, want Mercedes en Audi verdienen al jaren met respectievelijk hun S65 en S63 AMG en een S8 bakken met geld. In bijvoorbeeld Amerika, Californië, waar mensen structureel gewoon de duurste auto willen. Dus waarom ook niet. De vraag wordt het dan wel, wordt het een echte M, zoals de M5 en de M3, of wordt het een M-performance model, zoals de m 135 i en de BMW X5 M550d, een soort tussenstap. Over een jaartje, dan weten we het. Dat was het AutoWeek-journaal alweer voor nu. In de winkels vind je nog steeds AutoWeek nummer 32. Daarin onder meer een rijprestatie van de BMW 2-serie Active Tour en twee vergelijkende testen. De Mazda 3 Sedan nam het op tegen de Mercedes CLA en de Peugeot 2008 Street tegen de gloednieuwe Ford EcoSport. Haal hem voor op vakantie, rijd veilig en tot snel. Dag!